bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een collectie van Essence. Dit is de Essence najaar collectie. Essence en Catrice doen dit ieder jaar. Ik heb ook die van Catrice al gefilmd. Die video staat al online, dus als je die hebt gemist, bekijk hem ook nog even snel. En vandaag heb ik de Essence collectie. Deze heb ik binnengehad in PR, dus alles wat ik vandaag laat zien heb ik gehad. Het is niet genoeg voor echt een full face, dus wat ik niet heb, vul ik gewoon bij met een betaalbare make-up die ik al heb. Want het gaat vandaag over Essence, dus dan wil ik het gewoon helemaal betaalbaar houden. En ik heb de make-up al gezien en ik ben vooral benieuwd naar het oogschaduwpaletje, want zoiets heb ik nog nooit gezien bij Essence. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga beginnen met te vertellen dat de collectie er is vanaf maart. Dus wanneer deze video online komt, is de collectie er nog niet, maar hier achterop staat dat het er is vanaf maart. Ik weet niet precies waar in maart, maar er staat gewoon vanaf maart. Er zijn ook een aantal producten die ik vandaag niet kan gebruiken, maar ik wil ze wel laten zien, zodat je weet dat ze in de collectie zitten. Ik heb hier een nagellak remover. Ideaal, super handig. Hij is zo heel cute en klein. Ik ben hier heel happy mee, want ik moest die hebben. Ik heb ook een vel. Ik gebruik geen vel, want ik heb altijd acryl. Dus deze heb je er ook bij. En er is hier een nail and cuticle cream. Dat is dan voor je nagelriemen. Dus ook super handig. Maar ook deze gebruik ik niet. Alles wat ik altijd niet gebruik gaat altijd standaard in de winactie. Dus ik doe deze allebei in de winactie. En de andere hou ik gewoon, want deze vind ik wel handig. Want ik doe wel altijd mijn voeten. Dus deze komt handig uit. Oké, de rest ga ik allemaal wel gebruiken. Oh nee. Er is ook nog één ding die ik niet ga gebruiken. Dit is de Essence The Nude Palette. Een heel mooi bruinig paletje met allemaal van die bruine kleuren. Echt denk ik ideaal voor echt gewoon een everyday look. Deze gaat ook in een winactie. En de rest ga ik wel echt gebruiken. Ik ga vandaag voor de verandering beginnen met mijn gezicht in plaats van mijn ogen. Ik ga beginnen met de lippen. Ik heb hier de Essence Coconut Kiss Lip Balmpje. Of ja, wat het ook is. Volgens mij is het gewoon een lippenbalmpje. Deze ga ik even opdoen. Ik doe dat altijd al op voordat ik mijn video's begin, zoals je kunt zien. Dus die ik nou op heb, haal ik er gewoon even van af. Want mijn lippen zijn altijd super droog, dus ik moet altijd even iets opdoen. Oeh, hij ruikt lekker. Dit is de inhoud. Oeh, het voelt aan als een scrub. Is het een scrub, jongens? Mensen, dit is een lip peeling. Dus volgens mij is dat dan een scrubje. Oké. Ja, want ik denk niet dat je dit zo op kunt laten. Hij ruikt heerlijk en hij voelt fijn aan. Dan ga ik beginnen met het gezicht. Ik heb een primer. Dit is de My Skin Perfector primer. En hij is getint, dus hij heeft een kleur. Ik heb de kleur 20. Ik weet niet hoeveel kleuren er zijn, maar ik heb in ieder geval de kleur 20. Even kijken. Het is een mousse. Jullie weten, ik hou niet van mousses. Oh my god. En hij moet heel zacht aanvoelen. En hij heeft een matte finish. En je kunt hem alleen aanbrengen of onder een foundation. Dus dat ga ik doen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat hij een beetje normaal gaat doen. Als je mijn Catrice video hebt gezien, dan heb je gezien wat voor een fiasco die mousse was. Maar ja, dat was geen primer. Oké, hij voelt heel zacht aan. Ik denk dat de kleur niet helemaal ideaal is voor mij, want hij maakt mij nou een beetje grijzig. En als dat gebeurt, dan is de kleur gewoon te licht. Dus ja, dat is niet heel fijn. Hij voelt ook niet echt heel fijn aan en hij doet ook niet echt per se iets voor mijn gezicht. Hij is ook best wel streaky. Je hebt allemaal zo van die strepen. Hier was ik al bang voor. Letterlijk alles wat een mousse is, is gewoon bijna altijd slecht. Of ja, gewoon altijd slecht. Bijna altijd slecht. Tenminste, tot nu toe van alles wat ik heb gebruikt is allemaal slecht. Maar hij ruikt wel echt heerlijk. Dat is het enige wat ik er goed aan vind. Maar voor de rest... Oké, ik heb geen fondateur en ook geen concealer. Die ga ik even snel opdoen. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, I'm back. Alles zit erop. Wat heb ik op? Ik heb van de Pri op. Deze is super fijn. En mijn Conceal and the Fine Infinite Concealer. Deze twee heb ik net opgedaan. Ik heb van Essence wel een losse poeder. Dit is de Essence My Skin Perfector Loose Poeder. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Want betaalbare poeders vinden is altijd een gedoe. Hallo, focus. En ik heb hem in de kleur weer 20 nude. Dus ik denk dat het allemaal een My Skin Perfector collectie is. Dus ik hoop dat deze iets beter gaat zijn. Ik ben bang voor niet. Ik heb een beetje een slecht vooroordeel, maar
We will see. De kleur is een beetje donker. Oh my god. Kijk, dit is de kleur. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien. Het is een vrij donkere kleur. Ik hoop niet dat hij het nou hier weer helemaal zo geel maakt. Oh nee, oh my god. Dit is echt... Nee, ik wil het gewoon niet opdoen. Het is gewoon veel te donker, jongens. Nou, hier op mijn hand valt het mee. Ik ga het gewoon proberen. Oké. Okay. We gaan het gewoon doen. Ik ben gewoon bang, hè. Oké. Oké, dat valt nog mee. Zoals je kunt zien, er is wel echt een verschil. Hij is echt niet mijn kleur. Hij maakt hier weer helemaal geel. Terwijl hier is het nog helemaal mooi verlicht. Dus het is absoluut niet mijn kleur. Maar de poeder is op zich wel mooi en zo licht op de huid. Dat vind ik wel fijn. Oh, wauw mensen. Hij is echt super smooth. Ik denk dat er ook andere kleuren zijn. Dus ik persoonlijk zou gaan voor een kleur. Misschien kleur 10 of zo. Want ik heb hier kleur 20. Maar hij is echt super smooth. Hij is absoluut niet dik op de huid. Hij is wel heel mat. Dat moet je wel weten. Want als je dat niet wilt, dan is hij niks voor jou. Maar ik vind hem oprecht gewoon mooi. Oké, wauw. Dat had ik echt niet verwacht. Oh my god. Even een beetje een MAC Fix Plusje. Oké, ik breng ook een heel klein beetje contour aan op mijn neus met mijn NYX paletje. Deze kleur, want er is niks qua contour van Essence. Mensen, die primer doet echt niks voor je gezicht. Dit ding hier, ik heb het nou even gezien up close. Nee, hij maakt ook echt helemaal niks smooth of zo. Oh my god, oké, dat wilde ik nog even snel vertellen. Maar goed, even kijken. Nou ga ik beginnen aan de ogen. En ik heb een super leuk oogschaduwpaletje. Dit is de Essence Witch Side Palette. En zoals je kunt zien, kijk, ze knippert. Oké, hoe leuk is dit? Kijk. Dicht, open, dicht, open, dicht, open. En zoals je kunt zien, elk oog heeft ook een andere look op. Hier is hij meer nude en hier is het meer fel. Want dit paletje is ook op een bepaalde manier ingedeeld. Dit zijn de kleuren. Er zitten ook echt een paar aparte glanzende kleuren bij. Wacht, ik ga even dat plastic eraf halen, want je kunt zo echt niks zien. We proberen het opnieuw. Ja, nou is het beter te zien. Kijk, zoals je kunt zien. Kijk, hier is het helemaal nude. Dit zijn allemaal lichte kleuren. Hier zijn wat transitiekleuren, wat crease kleuren. En hier is de dark side. Dus hier is het allemaal meer zwart en dark en zo. En hier achterop staat ook een tekst. En er staat ook echt, which side do you choose? The good side or the bad side? Dus dat hebben ze zo heel cute gedaan. Je hebt echt zo de good side, dat is zo hier. En hier is de bad side, voor alle bad girls. Dus dat hebben ze echt super cute gedaan. Het is echt zo'n hekserig paletje. En dan kun jij bepalen of jij de slechte heks bent of de goede heks. En ik dacht, het is wel leuk om dan echt zo één van de twee te gaan doen. Dus good or bad. Dus ik dacht, ik vraag gewoon op Insta. Ben ik good of ben ik bad? Voor welke kant moet ik gaan? En de meesten hebben gezegd, de lichte kant. Dus iedereen is heel braaf. Dus ik ga vandaag een look maken met heel deze lichte kant. En ook de transitiekleuren, of course. Maar in principe, je kunt doen wat je wil. Dus je kunt gewoon het hele paletje mixen. Het is niet per se dat je dit echt per se moet doen. Maar ik wilde mij gewoon houden aan het thema. Dat vond ik wel leuk. Dus we gaan vandaag voor de lichte kant. En dan heb ik ook weer voor de verandering een keer gewoon een meer soft draagbare look hier op mijn kanaal. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Oeh, dicht open, dicht open, dicht open. Ik ga beginnen met de hele lichte witachtige kleur. Die heet Ritual en die is mat. En die breng ik zo overal aan als een soort van primer. Goed gepigmenteerd. I love it. Kijk dit verschil. Hier is het nog helemaal zo wit en hier is het nog helemaal zo bruin. Dan ga ik in met deze kleur hier. Die heet Wish. En ik wil vandaag een hele smoky look maken. Zo super smoky en blown out. Zo die kleur breng ik aan zo helemaal in mijn crease. Hij pakt niet echt heel veel op de kwast. Dit is wel echt een prachtige kleur. Dan ga ik ook in met de kleur Charm. Die is mooi licht paarsachtig. Zo, het is niet super heftig of zo, maar het zijn ook wel echt lichte kleuren. Dus ja. Ik weet helaas de prijs niet van NYX, want dat staat er niet bij. En de collectie is er ook nog niet. Maar ik ga ervan uit dat alles gewoon weer lekker betaalbaar is. Ik gok dat dit paletje iets rond de 10 euro gaat zijn.
Dat is ongeveer wat Essence altijd heeft. En dan pak ik weer die kleur Wish. En daarmee ga ik er overheen. Want ik wil het echt roze hebben en niet paars. Zo, allebei die kleuren breng ik dan ook zo hieronder aan. En ik begin met paars en dan pas roze. Oké, nou dit is het dan. Dit paletje is weer lekker poederig. Lijkt bijna altijd elk paletje is. Oké, dan wil ik ook. Ik wil ook de normale glanzende kleuren gebruiken. Maar ook die hele heftige kleuren. Dus ik begin met de normale glanzende kleur. Hier beneden, focus, ja, deze mooie roze glanzende kleur. Die heet Enchanted. En die breng ik aan met MAC Fix Plus op mijn hele ooglid. En ik doe het gewoon met een kwast. Ik hoop dat dat gewoon genoeg is. Ik breng het ook aan met mijn vinger om te zien of het dan heftiger is. Nee, niet per se. Het is gewoon prima met een kwast. Dan een beetje blenden bij de randen, want dan heb ik niet echt zo'n streep, want ik wil het heel smoky hebben. Nou, die kleur bracht echt prachtig aan, jongens. I love it. Hele mooie glanzende kleur. Even kijken, dan wil ik ook gewoon, omdat ik gewoon echt een aantal kleuren wil proberen, dan pak ik ook deze glanzende kleur hier. Ik weet niet echt precies wat voor kleur dit is. Hij heet Talisman. En die wil ik zo hier in de hoeken aanbrengen. Wacht, dat ga ik ook gewoon doen met een kwast. En dan blend ik het zo in met die andere glanzende kleur. En dan weer een beetje blenden bij de randen. Er valt hier wel een klein beetje op mijn gezicht, zoals je kunt zien. Maar dat haal ik gewoon weg met een kwast. Hier ook. Ik zie alleen wel weer gelijk dat die glanzende kleur nou minder wordt als je het blendt. Dus ja, ik breng het gewoon weer even een beetje opnieuw aan. Oké, dan wil ik ook die heftige glanzende kleuren gebruiken. En ik ga voor roze. Deze hier in de hoek. En die heet Power. Kijk, die pak ik ook gewoon met mijn vinger. Ik weet niet of ik dit iets vind. Het is best wel klonterig. Het is wel super heftig. Dat vind ik altijd wel mooi. Maar het is echt heel klonterig. Iets te. Het is niet smooth. Pak ik weer een beetje van die matte kleur Wish. Dan blend ik het een beetje hier zo bij de randen. Oh mijn god, het is echt all over the place. Het is wel mooi allemaal, maar het wordt gewoon allemaal één grote kleur. En het blendt allemaal gewoon maar door elkaar. En het gaat er ook allemaal best wel snel van af. Oh, alles valt op mijn gezicht. Even een beetje eraf halen met de kwast. Dat kan altijd best wel snel. Pak ook een beetje van de onderste transitiekleur. Die heet Magic. En die breng ik dan een beetje zo hier onderaan. Om het iets donkerder te maken. En ik breng die kleur ook een beetje zo hier aan in de hoek. Oh, het vliegt gewoon helemaal zo weg. Het blijft helemaal niet goed plakken. Nou, ik denk dat ik het gewoon eventjes hierbij laat. We gaan verder met een eyeliner pen. De 24 Ever Ink pen van Essence. Deze is ook nieuw. En hiermee ga ik even een wing maken. Dit is de punt. Die is een beetje, ja, ik weet niet. Oké, hij is echt super zwart en super mat. Dat vind ik echt geweldig. Dat is altijd wat ik wil. Het enige wat ik minder vind is de punt is iets te kort. Zeg maar dit stuk hier zo zit heel daar zo in de weg. Waardoor ik niet heel goed kan zien wat ik nou precies doe. Maar voor de rest vind ik hem echt top. Hij is goed zwart. I like it. Oké, dan heb ik ook een mascara. De Essence mascara's zijn altijd geweldig. Dus ik ben hier heel happy mee. Dit is de Essence Bye Bye Panda Eyes. Super cute naam. In het oranje. En er staat op smudge proof. Oeh, hij is zo lekker dikker. Kijk. De mascara is niet zo. Ik vind de Essence Princess Mascara beter. Dus ja, vergeleken met die vind ik hem niet zo. Hij doet niet heel veel. Al heb ik persoonlijk ook niet echt heel veel wimpertjes. Maar ja, ik voel al gewoon meteen dat hij niet echt geweldig is. Smudge proof, ja dat geloof ik wel. Aangezien hij niet echt heel veel aanbrengt. Dus dan valt er ook niks te smudgen. Ook even over de oogschaduw. Ik weet niet of het echt heel goed opvalt. Maar die ene grote glitter, glanzende kleur die ik erop had gedaan. Die is er gewoon af. Kijk. Heel die glanzende kleur wordt gewoon met een minuut minder. Dat is niet zo handig. Oké, ik heb alleen nog maar iets voor de lippen. Dus ik ga even wimpers opdoen. Ik ga mijn gezicht afmaken. En dan gaan we verder. En dan gaan we beginnen aan de lippen. Oké, daar ben ik weer. Ik heb mijn wimpertjes op. En ik heb mijn gezicht ook gedaan. Alles wat ik heb gebruikt staat beneden in de beschrijving. Dan als laatste de lippen. Ik heb van Essence de Stay Matte Liquid Lipstick.
In een hele mooie, beetje donkere-achtige kleur. Dit is de kleur 5 Date Proof. Dus deze ga ik even opdoen. Hij is dus gewoon mat. Het is gewoon een matte liquid lipstick. Oeh, dit is apart. Kijk hoe lang en plat hij is. Oh, wauw. Dat is wel apart. Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, het is echt roze. Wauw, dat had ik niet verwacht. Kijk. Kijk de kleur hier en de kleur hier op de verpakking. De lipstick brengt echt heel creamy aan. Hij moet nog wel een beetje opdrogen. Dit is er wel echt zo één die echt er super lang over doet om op te drogen. Ondertussen doe ik even een fixing spray. Ik gebruik die van de Essence. Ik bedoel van Max & More van de Action. En dit is de Long Lasting Fixing Spray. Oké, hij is droog. Het is wel een heel klein beetje te droog de lippen. Maar voor de rest vind ik hem wel heel mooi. Hij brengt van aan. Hij is goed gepigmenteerd. I like that. Nou, dat was dan de hele video. En dit is de make-up look. Een hele mooie soft pink make-up look. Het ging vandaag niet echt super goed. wat vind ik van alle producten? Ik begin gewoon met het Witch Side Oogschaduw Palet. Waar ik echt het meest enthousiast over ben. Maar hij heeft me toch wel echt een beetje teleurgesteld. De kleuren zijn echt prachtig. Een heel mooi paletje. De verpakking vind ik ook mooi. Alleen hij presteert gewoon niet heel goed. De look is heel soft. Dus als je dit paletje haalt, weet wel, het wordt allemaal wel heel soft. Die grote glitter oogschaduw, die is er ook gewoon echt bijna gewoon helemaal van af. De glanzende kleur wordt ook echt met de minuut minder. Ja, en alles blendt een beetje in elkaar. Het wordt gewoon een beetje één grote kleur. Dus ja, ik zou dit paletje niet echt meer gebruiken. Dus vandaar dat ik hem niet per se aanraad. De Essence Pen vind ik fijn. Ik vind hem alleen iets te kort. Maar los van dat is hij super zwart en heel erg mat. Ik moet wel vertellen, omdat hij dus wel één minpunt heeft. En die van Catrice heeft er geen één. Ik zou gaan voor die van Catrice, want die was echt gewoon helemaal perfect. Dus ja, dat ook. De Bye Bye Panda Mascara. Ja, die deed ook niet echt heel veel. Het gaat niet heel goed. De My Skin Perfector Primer. Doet ook echt niks voor je gezicht. Echt werkelijk waar. Niks. De lipstick, ja, die vind ik op zich wel fijn. Hij is alleen wel een beetje droog op de lippen. Dus als jij geen droge lippen hebt, dan raad ik hem wel aan. Als jij wel droge lippen hebt, zoals ik heb, raad ik hem niet aan. Want dan wordt hij iets te droog. En de poeder, dat was wat ik vandaag het beste vond. Wat ik niet had verwacht, want toen ik hem zag en zo, ik dacht, oh my god, dit wordt echt een fiasco. Maar hij is oprecht goed. Ik vind de poeder heel goed. Hij is heel dun op de huid. Hij maakt het heel mooi smooth. De kleur alleen was niet helemaal mijn kleur. Maar zodra de collectie er is in de kruidvat en zo, dan ga ik zeker een lichtere kleur halen. Tenminste, ik ga ervan uit dat er een lichtere kleur is. Want ik vind hem oprecht goed. Hij maakt echt heel mooi smooth. Ik ben er echt heel happy mee en hij maakt mooi mat. En dat was het dan. Dat was wat ik vond van alle producten. Ja, al met al was er vandaag meer slecht dan goed. Maar ik vond het toch heel leuk om een video te maken. En ik ben toch wel enigszins blij met de make-up look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!